Goedemorgen, 4 februari 2013. Afgelopen weekend is er iets veranderd waar het merendeel van het volk geen besef van heeft. En dat komt doordat de media nooit de echte gang van zaken volgt tijdens conferenties. En die conferenties die worden bezocht door natuurlijk presidenten, ministers binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, defensie. Maar ook de bankenwereld, managementwereld. En in dit geval is het erg belangrijk, het atoomagentschap en aanverwante organisaties. De World Economic, World Energy Council, dat is een overkoepelende organisatie die zich met de energieindustrie bezighoudt. En, als je goed leest, ook de CIA, allerlei security organisaties. Voor Nederland zijn in München aanwezig geweest minister Timmermans, minister Hillen, Nelly Kroes. En alles wat geleerd is aan die Hague Security Delta, HCSS, Global Justice Institute en zo. Wat betekent dit nou? Nou, dit betekent dat Al-Qaeda afgelopen weekend persoonlijk van alle presidenten en allerlei landen toegang heeft gekregen tot de bureaucratie. En dat is dus ook de bureaucratie van het atoomagentschap en de energievoorziening en dergelijke. Als Al-Qaeda dus weer aanslagen uitvoert, dan is dat nu niet alleen met goedkeuring van het internationaal strafhof, maar ook dankzij medewerkers die lobbyen tijdens die conferenties. Het is dus helemaal niet meer mogelijk om een oorlog te voeren tegen Al-Qaeda, want het is Fatou Bensouda, de hoogste aanklager op planeet Aarde en haar clubje, maar ook de hoogste presidenten en ministers op planeet Aarde en hun clubje, die persoonlijk allerlei plannen overhandigen en bespreken met Al-Qaeda en de maffia. Mensen willen het niet weten. Het heeft ook helemaal geen nut voor mij om nu al die video's die ik al besproken heb, video's waarin ik alle corruptie al besproken heb, nog een keer te herhalen. Ik zal dus de lijst met participanten linken en dan kun je zelf verder klikken en verder zoeken op het internet en dan kom je dus uit bij mensen in je omgeving en dan weet je meteen hoe corrupt die personen zijn. We hebben dus een nieuw soort nationaal veiligheidsprobleem. En dat is dat er geen oorlogsvoering meer mogelijk is, omdat iedereen met elkaar in oorlog is en iedereen elkaar ook uit de cel houdt.